Hey, Garrick ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. En ja, vandaag beginnen we dus een nieuw scenario. Ik heb al wat dingen off-camera gedaan, want ik vond dat het de vorige keer een beetje lang duurde om het scenario aan te maken. En ik wil het liefst natuurlijk gewoon spelen in de video. Dit is wat ik allemaal heb geselecteerd. En deze kan ik nu niet meer deselect omdat ze al zijn gespand. Maar normaal gesproken heb je dus de keuze. Nou, dan zie je een beetje wat ik allemaal heb gekozen. Hier heb ik alles geselecteerd. Als het mogelijk was, heb ik gewoon alles geselecteerd. Net als bij de locomotieven kan je gewoon alles selecteren. Ik heb hier een Alpine Climate. En ik wou eerst eens wat proberen dat we 's winters sneeuw krijgen. En hier heb je alleen maar sneeuw boven een bepaalde grens. Maar wat blijkt nou? Als je de generator instelt om alleen land te genereren boven die grens, dan kan je geen kleine heuveltjes zoals hier meer hebben. Dus dan is het allemaal plat terrein. Omdat het te hoog is, worden er geen heuvels meer gegenereerd. Dan kunnen er alleen nog maar bergen worden gegenereerd. En die zijn dan weer net even te hoog. En als je het land dan nog hoger verhoogt, dan is er permanente sneeuw. En dat zou ook een beetje saai worden, denk ik. Dus het maakt geloof ik niet heel veel uit wat ik hier doe. Ik heb niet echt iets wat hier heel goed bij past. Ik doe wel gewoon Australisch. Het maakt geloof ik niet heel veel uit. Hier heb ik ook alle bomen geselecteerd. Nou, behalve de palmboom, want het is niet echt een heel tropisch gebied of wat dan ook. Was tenminste het idee. Ik kan ze nog wel selecteren. Weet je, ik ga het gewoon selecteren voor de grap. De cactussen, waarom ook niet. Ik hoop dat niet dat ze automatisch random gaan spawnen, maar dat zien we nog wel. Hier heb ik alles geselecteerd. Hier ook. En dit is voor de rest allemaal. Voor de rest heb je hier niet heel veel opties allemaal. Hier heb ik ook bij de stations heb ik alles geselecteerd. Want dit is een hartstikke mooi. Deze twee zijn heel mooi. Deze twee stations. Die had ik geloof ik in het vorige scenario niet. Dus dat was wel jammer. Ja, hier heb je niet vreselijk veel aan. Dus ik heb hier gewoon de gates en de lights. Hier heb ik ook maar gewoon alles geselecteerd. Heb je ook niet allemaal nodig, maar ja, waarom niet. En ik heb Latin style town names. En dat zeg je misschien op het eerste gezicht niet zoveel. Het zijn mij ook niet vreselijk veel. Maar als je ziet wat er van komt en ik heb hier gewoon euro's, dan word je er best wel blij van, denk ik. Je ziet zulke herkenbare dingen. Ik vind het veel leuker dan de Duitse namen die we hadden. Dus het is leuk om dat een beetje te wisselen. Kijk, je hebt hier Valencia. Weet je, je herkent gewoon alles eigenlijk. En je kent ook wel wat Amerikaanse dingen. Nu kan ik natuurlijk geen voorbeeld vinden. Je hebt heel veel dingen met San. En ik had in een vorige random map die ik had gegenereerd, had ik San Francisco. Oh, hier hebben we hem ook. Je hebt dus gewoon San Francisco, weet je. Dat is best wel leuk dat allemaal random wordt gegenereerd. En je krijgt ook wel een beetje een soort van Spaans gevoel erbij. Of juist Noord-Amerikaans, ligt eraan. Verschilt een beetje per stad. Maar dat vind ik dus leuk, die namen. En wat heb ik hier gedaan? Ja, sea level staat aardig hoog. Veel heuvels, 71%. Ik ga denk ik ook deze map houden, maar ik ga nog wel een aantal aanpassingen doen. Hier 71% small hills. Dus we hebben geen gigantische bergen meer die in de weg zitten. Maar wel een paar heuveltjes. Om het terrein nog een klein beetje interessant te maken. Ik heb hier overal gras en ik heb veel zand. Om het wat kleur te geven. En wat rock, brown rock, ryegrass. En ja, van alles een beetje dus. Minimum land height 2 units. En ja, dat was het geloof ik wel. En het zeelevel staat heel hoog. Maar omdat we 71%... kleine heuveltjes hebben, komen er toch wel bovenuit, zeg maar. Hier heb ik niks aan aangepast. Ik denk dat ik het ook eigenlijk wel prima vind. Laten we anders de density wat lager doen. Maximum set. Oh, dat gaat snel naar beneden. Laat ik eens. Oh, nu moet ik de map weer helemaal genereren. Eigenlijk wil ik dat niet, want deze map is best wel perfect voor wat ik wil doen eigenlijk. Dan ga ik het gewoon zo laten. We kunnen het altijd nog met de hand uitdunnen. Hier, dit heb ik op medium gelaten. Industries heb ik weer op high, want je kan ze altijd slopen. Je kan ze ook wel bouwen, maar zeg maar de industries zoals iron ore mines en dat soort dingen die echt grondstof uit de grond halen, die kan je niet zomaar bouwen. Dus daarom zet ik het gewoon voor de zekerheid op hoog, zodat we daar genoeg keuze in hebben. Je kan jezelf misschien uitdagen door het lager te zetten, maar ik heb het liever gewoon hoog. Denk ik. Dit staat allebei gewoon aan. Nu wil ik wat gaan doen aan het land. Ik wil ergens een mooi eiland hebben. Dit lijkt me een goede plek. Er zijn wel wat opties voor bootverbindingen. Ja, kijk, dit zou een hele mooie bootverbinding zijn van Santa Cruz naar Cochabamba. maar ik wil nog wel graag misschien één of twee leuke mooie eilandjes. Ik denk dat dat wel leuk zou zijn. En misschien dat ik met de Landscape Editor ook wat andere dingen ga aanpassen. Misschien een paar. Het is wel allemaal heel erg hoekig. Maar ja,
het kost heel veel tijd om een hele custom map te maken. En ik vind het nou juist zo leuk dat je een unieke map kan genereren. Kijk, je kan een map downloaden van het internet. Je kan een map downloaden van het internet. Maar ja, dat gaan we zeker ook nog wel eens een keer doen. Maar ik vind het nou juist zo leuk dat je je eigen unieke map kan genereren. Hij ziet er misschien niet geweldig uit, maar het is gewoon uniek. En het is weer helemaal anders. Net als in Minecraft dat je je eigen wereld kan genereren. Dat was echt een heel erg leuk aspect. En daar wil ik nu even gebruik van maken in Locomotion. Maar ik heb ook ideeën van maps die je kan downloaden van internet. Die ook gewoon er heel mooi uitzien. Weet je, dat gaan we uiteindelijk ook nog wel doen. Ja, dus ik ga nu een paar dingen aanpassen. Ik wil het niet te lang maken. Het gaat eigenlijk al best wel lang door. 6 minuten. Ik wil eigenlijk gewoon in de video meteen beginnen. Daarom zet ik ook een knop neer. Waarschijnlijk dat je meteen kan skippen naar de daadwerkelijke gameplay. Want het is ook heel erg leuk. Maar ik weet dat het misschien ook wel leuk is om te zien hoe de map wordt gemaakt. Maar daar praat ik nu al veel te lang over door. Ik ga wat dingen aanpassen aan het terrein. En dan laat ik het zo wel zien. Oké, dit is wat ik zoal aan het doen ben. Als er ergens een kust is die ik niet mooi vind, dan pak ik dit tool erbij. En dan doe ik gewoon dit. En ik ga straks even proberen een rivier te maken op een beetje een andere manier dan ik net deed. Dus dat doe ik af en toe en het wordt op sommige plekken wel wat mooier. Hier is het allemaal wat mooier afgerond. Uiteindelijk is het plan om dat natuurlijk overal te doen. Het is wel een beetje veel. Nou ja, wat vooral belangrijk is dat we ook plekken met elkaar verbinden. Hier, kijk, dit kwam eerst tot hier. Dat heb ik hier een beetje wat mooier gemaakt en nu ook uitgebreid. Dus dan kan je je boten laten langsvaren en dat ga ik hier natuurlijk ook doen. Ja, dan wordt het allemaal een stuk interessanter, denk ik, als we als we dit op deze manier verbinden. Want we hadden in de vorige map niet echt rivieren, we hadden wel af en toe een meertje, maar ja, het was niet echt heel veel waard. Dus ik probeer op deze manier een rivier te maken. Ik weet niet, misschien is het makkelijker om gewoon heel vaak twee blokjes of zo naar beneden te gaan met dit tool. Oh, soms gaat het ook een beetje fout. Dan moet je het weer proberen te fixen. Want je hebt niet, er is niet echt een tool om dingen smooth. Er is niet echt een smooth tool. Dus je moet het maar gewoon een beetje doen met dit tool. En dan hopen dat het goed komt. Of je moet alles met de hand gaan doen. Maar dat is natuurlijk veel meer gedoe. Ja, het is waarschijnlijk makkelijker om gewoon in één keer alles naar beneden te halen. In plaats van eerst alles recht naar beneden te halen. En dan nog vervolgens alles een beetje glad te maken, zeg maar. Dus ik hoop dat dit een beetje goed gaat. Ik moet nog wel wat meer weghalen. Want als ik hier nu water in doe, ja, dan heb je zo'n raar. Nou, misschien is het juist wel leuk om hier nog zo'n extra soort van strandje te hebben. Dat is misschien ook wel prima om gewoon te houden. Ja, ik haal dit gewoon nog naar beneden. En ben ik zo weer terug als ik wat meer vooruitgang heb gemaakt. Oh ja, kijk, daar zijn de grootte van deze steden. Dit is ons kleinste stadje. Het is een hamlet. 14 mensen in deze twee gebouwen. Eerst was het 30. Toen heb ik mogelijk een gebouw gesloopt toen ik aan het terraformen was. Dus nu is het 14. Je zou het bijna niet herkennen, want het is bijna gewoon deel van de factory. Die toevallig eigenlijk Sucre Factory heet. Dus suikerfabriek, maar dat is natuurlijk niet wat het is. Dat heb ik trouwens nog toegevoegd. Ja, we beginnen heel klein. Ik weet nog niet meer zeker of ik bij het volgende scenario de grootte van de steden groot had gezet. Er staat nu op 3 medium, dat is de standaard. Ik kan me herinneren dat ik het toen hoog had gezet, maar weet ik niet meer zeker. Dus we beginnen gewoon op medium. Dit is onze grootste stad, Elorza, met 750 inwoners. Oké, ik ga nu proberen een eiland te maken. En ja, ik heb gewoon een random vorm gemaakt met het bergtool en ik ga nu alles proberen een beetje plat te maken. Ik zou wel graag gras willen en misschien, of zand. Maak het helemaal zand. Oh, het valt natuurlijk allemaal automatisch naar gras. En ik wil het natuurlijk een beetje plat hebben, want ik wil wel overal een beetje redelijk kunnen bouwen. Dus dat ga ik nu proberen. We hebben ook nog een paar kleine mini-eilandjes. Misschien dat we hier nog een eiland doen. En hier. En dan plaatsen we ook meteen een stad of een industrie op. Dus dan wordt het ook nog interessant om daar te bouwen. Oké, het ziet er nu nog echt niet mooi uit, maar ik hoop dat het mooi wordt als we wat bomen toevoegen. En ik ga ze gewoon allemaal doen. Dus ik heb dit aangezet, dan krijg je, als het goed is, alle types. Ik denk dat het er wel goed uitziet. En nu wil ik juist een klein beetje ruimte vrijmaken. Want ik hoop ook nog wel een stad hier te kunnen plaatsen. Kijken of dat lukt. En ik probeer hier ook nog zelfs een stad te bouwen. Als het mogelijk is, wordt het een heel klein stadje. Oké, New Town. Ik kan ook individuele gebouwen doen. Oh! Dit zou toch eens cool zijn. Een ruïne hier. Ja, dan is er alleen geen ruimte meer voor een stadje. Maar ik vind het eigenlijk nog wel veel cooler. Ja, dan doen we dat toch gewoon.
vuurtoren. Ja, perfect. Oh, dit is echt geweldig. Dat ziet er ook nog echt heel goed uit. Ik had ook zo'n eentje random in mijn vorige map. Maar dat was niet op zo'n mooie plek, weet je. Het is best wel cool. Ja, dat is leuk om te zien. En dan doe ik hier nog wat van dit erbij. Ja, maar laten we nu een stad bouwen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En doe ik de andere twee of andere eilandje doe ik wel even. Of Kerma. Natuurlijk een klein stadje. Nou, hier kan misschien nog wel een medium eigenlijk. Er is nog wel wat ruimte. Oh, wauw. Oké, dat ging niet echt de kant op die ik had gehoopt. Maar dat is prima, want dan kan je hier een mooie haven maken. Aan de kant van het land. Ja, het ziet er best wel mooi uit. Ik ben echt blij mee eigenlijk. Ik had verwacht dat het meer misschien deze kant op zou gaan. Maar dat maakt niet uit. Er kan daar nog een industry komen. Oké, towns. Dan bouwen we er nog eentje. Ik doe even hier nog een kleine town. Ik denk dat leuk is. Ja, prima. En dan industries. Wat voor industries zullen we hier doen? Ik denk dat het leuk is om hier een oil refinery te hebben. Want dan kunnen we hier ergens in het water een boorplatform hebben. Dat werkt dan prima samen. Hier oil refinery. Kijken of dat past. Wordt wel groot. Neemt veel ruimte in beslag. Ik krijg wel een preview van hoe het eruit gaat zien. Ik zie niet echt een kleine optie ontstaan of zo. Het vindt altijd wel een weg om groot te worden. Ja. Ik hoop ook niet dat het te veel van het land wordt aangepast. Ja, is prima. Oké, boorplatform. Zet weer ergens in het midden. Ik zet hem nog wel eentje neer. Dan kunnen we daar wat doen met schepen. Oké, twee nieuwe eilandjes. Het leuke is, als je die bomen plaatst, dan kies je automatisch de goede bomen. Dus hier staan nu, als goed is, alleen cactussen en palmbomen. Dat zijn meer een beetje droge eilandjes. Dit is geen zand, het is... wat is het ook alweer? Het is gewoon brown rock, geloof ik. Maar het ziet er wel cool uit, denk ik. Gewoon een rotsachtig eiland hier. Twee kleine dorpjes en twee vuurtorens. En hier heb ik weer een leukere ruïne. Dat ziet er wel leuk uit, denk ik. Hier heb ik een flourmills. Dat zijn windmolens. Die staan op het eilandje. Natuurlijk zodat ze meer wind krijgen. Dus het leek me wel logisch om dat hier neer te zetten. Wat me ook wel logisch leek, misschien was om hier een heel erg... grondstoffenrijk eiland te bouwen met een iron ore mine en een coal ore mine. Ik dacht van, ja, wat is er nou? Waarom zou je een industry op een bepaald eiland hebben? Nou, misschien is dit gebied wel heel erg grondstoffenrijk. Het is niet echt logisch om hier een papermill te hebben. Waarom zou je dat op dat eiland hebben? Nou, dus hier heb ik wat industries geplaatst zodat we het nuttig kunnen maken. Ook allemaal oil rigs, zodat we het zodat we dat ook met boten kunnen vervoeren. En ja, voor de rest heb ik overal het land nu aangepast. Ja, er zijn wel een paar kleine plekjes, maar het ziet er op zich goed genoeg uit, denk ik. Misschien dat ik hier nog wat aan ga doen. Wat ik ook ga doen is langs alle industries gaan en kijken of ze kloppende namen hebben. Kijk, hier heb ik echt 6 coal mines of zo. En sommige heten gewoon coal mines 3. Nou, dat vind ik niet echt inspirerend, dus dat ga ik dan betere namen geven. Als iets bij twee steden, als één stad 2 kolenmijnen heeft, dan noem ik het gewoon Oost en West of iets in die geest. Dus ga langs alle industries, want je hebt ook hier, dit stadje heb ik geplaatst nadat ik de industries heb geplaatst. Dus daarom zijn ze vernoemd naar Kata en dat ligt helemaal daar. Dus dan ga ik die naam even aanpassen. En ik ga, ja, dit stukje land ga ik nog even wat vloeiender maken. En dan is het landschap ontwerpen echt klaar. Oké, ik heb een paar namen vallen. Ik heb hier ook een paar kleine stadjes toegevoegd. Omdat hier, eerst was dit echt de enige stad op dit hele stuk. Dus ik heb deze twee toegevoegd. En nu hebben deze forts ook, zeg maar, een stad waar ze bij horen. Ik vond het een beetje raar dat er op zo'n grote afstand geen steden waren. Dus heb ik toegevoegd. En ja, die coal mines... Dat ga ik maar, zeg maar, in-game doen als we bezig zijn met het spel zelf. Want ik weet nog niet waar het noorden is, zeg maar. Want dat, je hebt geen kompas of wat dan ook. Je zou natuurlijk op de map kunnen kijken. Nou, maar die draait als je ronddraait, dus heb je ook weinig aan. Je weet pas waar het noorden is als je ergens 2 stations plaatst. En dan wordt eentje west en eentje oost. En et cetera. Dus dat weet ik pas als we in het spel zijn. Dus ik ga verder naar de options. Oké, dit zijn mijn instellingen. Ik heb het doel gezet op een performance index van 100%. Dus daar zijn we wel even zoet mee. Weer geen competing companies. Wat ik er niet echt een grote fan van ben. Hier starting loan. Ik heb een maximum loan size iets omhoog gedaan. Loan interest rate hetzelfde gehouden. Starting loan ook. En ik heb het gewoon Ik Ben Je Game 2 genoemd. Want ik wist nog geen betere naam. Dus ja, ik ga het opslaan.
als Ik Ben Je Game 2. En ja, dan kunnen we beginnen met spelen. Eindelijk. Oké, ik heb geprobeerd ervoor te zorgen dat onze treinen en voertuigen niet meer stuk gaan. Maar met de Logtool Wrapper is dit het enige wat er door is gekomen. Alleen de schepen om een of andere reden. Ik ben er een tijdje mee bezig en ik weet echt niet waarom alleen de schepen er doorkomen. Bij alle andere bestanden zegt het programma dat het geen .dat bestand is. Maar ja, dat zijn ze duidelijk wel. Dus, ik heb ook nog het, niet de wrapper, maar het localtool.exe zelf heb ik nog gebruikt. Dan kan je elk object individueel nog aanpassen, maar dat werkte ook niet. Het werkte ook alleen bij de schepen, dus ik weet niet echt wat ik nu moet doen. Het zijn toch allemaal wel dat bestanden. Maar ik ga in ieder geval gewoon spelen. Hebben we wel nog treinen die kapot gaan. Dat zijn de schepen tenminste altijd op een constante reliability. Dus dat is fijn. Maar als iemand weet hoe ik dit kan oplossen, laat het dan alsjeblieft achter. En Erik had me in de reacties dit aangeraden. Ik denk dat hij wel weet wat ik moet doen. Misschien heeft het iets mee te maken dat ik het via Steam heb en niet via de officiële CD. Maar het zijn duidelijk wel dat bestanden, dus ik snap het niet echt. Als iemand er iets van weet, laat het dan alsjeblieft achter. En de enige instructies die ik kan vinden zijn gewoon dat je de bestanden in moet slepen. Al je dat bestanden. En dat doe ik ook. En het zijn ook dat bestanden. Dus ik snap niet echt wat er niet klopt. Dus ja, als iemand er iets van weet, laat het dan maar even weten. Maar ik ga nu toch echt gewoon beginnen met spelen. En dan zullen in ieder geval in de eerste periode de treinen nog wel stuk gaan. Maar daar moeten we dan maar mee leven. Ja, ik ga nu dus beginnen. Ik heb hier een naam. En ik moet even snel zijn. Want ja, we verliezen nu gewoon geld. Want we hebben natuurlijk een lening. Kost ons allemaal geld. Ik wil zo snel mogelijk beginnen natuurlijk. Maar ik had geen naam. Dus ik ben gewoon op zoek gegaan naar een stad met een coole naam. En ik vond Fuerte Olimpio best wel cool klinken. Dus nu hebben we iets anders dan Ik Ben Je Game Transport. Ik ga het toch maar even op pauze zetten. Want we maken nu verlies. Dus ja, dat vond ik gewoon wel cool klinken. Dit is ons kleurenschema. Dit is voor vliegtuigen. We hebben wat blauw erbij gedaan. En wat nog meer. Ja, we moeten natuurlijk iemand kiezen, hè. Maakt me al niet heel veel uit. Jij bent het. We kunnen het later altijd nog veranderen. Dus we gaan nu even op zoek naar waar we het beste kunnen beginnen. Dat weet ik nog niet echt. Ik weet natuurlijk een beetje hoe de map eruit ziet. Maar ik ga even iets kijken. Het moet natuurlijk een beetje korte afstand zijn, want we hebben niet heel veel geld. Oké, dit lijkt me makkelijk genoeg. We hebben hier een farm. Quiba Farm of iets in die geest. We kunnen natuurlijk een station kiezen. Dat heb ik geloof ik. Ik heb ze nog niet helemaal beschikbaar. Want er is een best wel cool station, maar die hebben we blijkbaar nog niet. Nou, dat maakt niet heel veel uit. Nu in ieder geval niet. En er is nu al wat grain. Want we gaan hier, er is al 31 ton. We gaan die grain hierheen vervoeren. Het is heel makkelijk. We gaan gewoon rechtdoor. Het is ook heel dichtbij. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen. Ik hoef niet eens eigenlijk een bocht te maken, denk ik. Ik kan gewoon dit doen. Ik begin natuurlijk heel klein. Oh nee, ik moet wel een bocht maken. Ik moet een klein beetje naar links. Dus ik maak wel even een S-bocht. We beginnen weer in 1900. Het is heel anders dan de vorige map. En ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik dacht dat jullie straks zien wat ik heb gedaan. Wat deden we ook weer? We deden grain. Dat jullie straks nog even zien wat ik daar heb gedaan verder. Maar ik wil eerst alvast even een nieuw spoor aanleggen. Want ik denk dat dit wel handig gaat worden in de toekomst. We leveren nu lumber aan deze. Dat is een food processing plant. Dat is niet waar lumber heen moet. Oké, dat kost geld. Daar moeten we heen. Oké, dat ging even fout. Heb ik dit handig gedaan? Ja, weet je, ik ga er voor nu maar gewoon voor. Want ik heb geen zin om alles te slopen. Het kost ook wel allemaal heel veel geld om te herbouwen. Het idee is dat we hier dus naar de even kijken, dit is een sawmill, een papermill bedoel ik, die produceert paper. En dat kunnen we dan hier naar de printing works sturen. Voorzien we niet alleen één industrie, maar dan kan het uiteindelijk ook naar een andere industrie. Dus uiteindelijk kunnen we dat gaan uitbreiden, maar zoveel geld heb ik nu niet. Ik ga nog maar een klein beetje erbij lenen. Dan kan ik hier het station iets langer maken, niet echt nodig. Ik wil ook wel dat dingen er redelijk uitzien. Dat is ook waarom ik niet dwars door dit dorpje ben gegaan. Ook al weet ik niet zeker of het dorpje nu wel goed kan uitbreiden hier langs. Maar anders bouw ik wel wegen voor ze. En dan zou het makkelijker moeten kunnen gaan. Hier, station voor Kali. En ja, dus ik bouw gewoon. Oh, daar zag je de andere.
Die heb ik een beetje uitgebreid, ga ik straks laten zien. Ja, we hebben weer geld nodig voor een trein, voor een locomotief. Want de wagons zijn helemaal niet zo duur, maar de locomotieven zelf wel. Er is nu iets voor Lambert, dus flatbed wagon. Ik doe er drie voor nu. Misschien is het te veel, misschien is het te weinig. Lambert. En dan hier doen we unload all Lambert. En dan laten we die ook rijden. Straks ga ik ze allemaal namen geven. Maar eerst wil ik ervoor zorgen dat we wat winst maken. Deze trein. Even kijken hoeveel hier nog over is. 204 ton. De productie gaat hier heel snel. Veel sneller dan ik dacht. We kunnen het niet bijhouden met één trein. Dus ik was hier al begonnen met een extra spoor. Het idee is dat we hier naar boven komen. En dan hier uiteindelijk een loop maken. En dat de treinen zo een soort van... In een soort van achtjes maken eigenlijk. Dat denk ik wel leuk. En dan kunnen we de productie een beetje aan. Maar kijk eens naar reliability. Het is nu al 72%. Het gaat zo snel. Die hebben we net gebouwd. Nu al 75%. Het is echt belachelijk. Maar het is uiteindelijk het idee om hier twee treinen te laten rijden. Kost wel even wat geld om dat spoor aan te leggen natuurlijk. Daarom was ik halverwege gestopt. Wat niet zo slim is. Want nu heb ik dit geld ergens ingestopt. En ik kan er nu nog niks mee. Dus dat is niet zo handig. Nou, dit is geloof ik... er wacht nog best wel wat. Het zijn natuurlijk een stuk langzamere treinen. En hier bouw ik niet zomaar even een tweede trein. We hebben al 10%, dat gaat best wel snel. Hier bouw ik niet zomaar even een tweede trein. Dus ik ga nog even drie... Nou, of is het overdreven? Even kijken hoor. Hier kan 20 ton in. Dus dat is in totaal 60 ton. Er wacht nu 130 ton. Dus als ik er 6 zou hebben, dan zou er 120 ton in... Nou, ik ga er 2 aan toevoegen. Laat ik dan maar doen. Vlak voordat hij gaat laden doe ik het ook. Want nu is er natuurlijk een beetje een backlog. Een backlog. Maar uiteindelijk gaan we dat wel inhalen, denk ik, als we er 5 hebben. Hier kan ik niet zomaar even een tweede trein aan toevoegen. Weinig geld. Wel een performance index die hoog is voor mijn gevoel. Ik weet niet zeker of het ook echt hoog is. Zal ik dit gewoon even laten lopen? Ik kan nog wel wat geld gaan lenen. Kost dus wel 1000 euro... aan rente voor die lening. 5000 aan treininkomen. Ja, ik zou toch wel graag een tweede trein doen. Dus het is meteen wel iets leuks, weet je. Iets interessants om te doen. Ja, ik denk dat ik gewoon geld ga lenen en dit spoor ga aanleggen. En een tweede trein ga kopen. Kost even wat geld. Dus moet ik wel wat gaan lenen. Oké, dus ik heb er nu 2 treinen. En een soort van goed voornemen wat ik hier heb voor locomotion is... het toevoegen van Sevenmoors, ook als het niet per se nodig is. Want het zorgt ervoor dat je uiteindelijk makkelijker kan uitbreiden, hoop ik. Dus om het mooiste medisch te maken, zou ik er hier ook meer kunnen... Oh, die staat de verkeerde kant op. Zou ik hier ook meer kunnen toevoegen. Als het goed is, heeft dat verder geen effect. En als het wel effect heeft, dan snap ik blijkbaar niet echt hoe deze dingen werken. Maar het is geloof ik goed om er wat meer neer te zetten voor het geval dat we dit spoor willen uitbreiden. Mocht het nodig zijn. En ik snap dat het niet het meest efficiënt is. Weet je, we maken hier een best wel wijde bocht. Maar ik wil ook gewoon dat dingen er een beetje goed uitzien. En ik vind zo'n loop veel leuker en realistischer dan gewoon zo'n enkel spoor. Want dat zou in het echt natuurlijk nooit kunnen werken. Wel maakt die trein veruit het meeste winst. En ik had hier eerst veel meer wagons, want het was echt belachelijk hoge productie. Maar ja, de productie is niet veranderd, maar om een van de redenen... niet om een van de redenen. Ik dacht even net dat er wat mis was. Maar het is gewoon... er was net een hele achterstand en die hebben we nu ingehaald. Dus nu is het niet echt meer nodig om belachelijk lange treinen te hebben. En je zou zelfs nog kunnen zeggen dat op dit moment 1 trein zelfs genoeg was. Ik heb er nu toch al 2. Dus ik ga nu nog een plekje zoeken om wat toe te voegen... steden groeien wel al, dat zie je meteen. Dat valt wel mee. Is het meer dan wat we... Ja. Ik weet niet, misschien is het mijn fantasie, maar... Waren dit niet eerst allemaal van dit soort wegen? Ik weet het niet zeker. Maar voor mijn gevoel groeien steden al. En het helpt natuurlijk ook wel dat hier nu goods zijn. Hier is nu eten, zeg maar. Eigenlijk is het gewoon brood. We doen grain naar de food processing plant. Het is gewoon heel algemeen het allemaal. Maar dit is eigenlijk gewoon brood. En je ziet dat het ook... je zag het net weggaan.
mensen eten dat en als het goed is gaat die stad daardoor groeien. Dus dat is allemaal heel fijn. Maar zoals ik net al zei, ga ik nu op zoek naar de volgende industrie. Oké, het is best wel vroeg in het spel, maar ik wil nu alvast beginnen met het bouwen van een schip. Ja, we hebben maar één keus, de Clipper. Kijk eens hoe goedkoop dat is, 4 euro per maand. Dus je kan hier moeilijk verlies op draaien. Wat is een topsnelheid? 32 km per uur. Weet je, dat is nog niet eens heel slecht als je het vergelijkt met de schepen die je in de 21ste eeuw hebt, zeg maar, in dit spel. Die gaan ook maar 40 soms. En er zijn wel betere voor passagiers die, geloof ik, 96 km per uur gaan. Daar zouden we ook een keer wat mee moeten doen. Maar die hebben we nu nog lang niet. Weet voor full load of passengers. Dat is nou niet helemaal de bedoeling. Hoe staat dat die refittable is? Dus dat gaan we even doen. Oké, goed om te weten. Ik kan geen grain vervoeren. Dat is nou jammer. Dan houdt het hele idee een beetje op. We hebben nu nog maar alleen een Clipper. Oh, hij is nu ook al weggegaan. Dat is... dat is omdat ik nu in dit window zit. Ik dacht even dat hij obsolete was geraakt, maar... Dat is natuurlijk niet zo. Oké, dus dan gaat het niet door. Ik kan passagiers vervoeren, maar ik weet niet of dat wat oplevert. Nou, dan heb ik hier nu twee docks die nog niks doen. Want dit is ook niet echt in de buurt van een stad. Dus ik denk niet dat er echt passagiers zijn. Hier zijn passagiers. Dus misschien is het leuk om naar Mendoza te transporteren. Oké, dit gaat echt pijnlijk lang duren. Maar ik wil gewoon even kijken hoe dit schip eruit ziet. Kijken of er passagiers... Ja, er zitten 4 passagiers in. Dit wordt niet echt winstgevend of zo. Maar ja, aan de andere kant, de running costs zijn 4 euro per maand. Dus het is moeilijk om hier verlies op te maken, denk ik. Ik ben benieuwd of dit gaat doen. Of dit wat gaat doen. Het duurt wel heel lang, hè. Ja, ik weet niet echt of dit iets gaat opleveren. Maar het is meer gewoon een leuk experimentje. Later vervangen we dat door iets nuttigers. Misschien zou... wel handig zijn om hier bijvoorbeeld een shipport te hebben, want dat is nog een beetje een redelijke afstand. Dit duurt gewoon heel lang. Dat ga ik gewoon doen. Ik kan wel focussen op treinen. Ik weet zeker dat ik daar winst mee maak, maar het is ook wel leuk om af en toe dit soort experimentjes te doen, denk ik. Oké, zo. En we kunnen best wel 2 schepen op dit dock. Hier. Laten we dit gewoon even doen. Tokopila. Oké, ik ben benieuwd of er mensen zijn. Nu is er natuurlijk niks meer. 2 passagiers, dat is echt niks. Nou, ik ga maar gewoon weer over naar treinen. Ik ga weer wat leuks zoeken. Ik had eigenlijk op gerekend dat we grain konden gaan vervoeren. Maar ja, dat kan gewoon niet met dat schip. Oké, ik bouw nu een spoor bij deze steelmill, San Lorenzo Steelmill. En hier hebben we Quito Iron Ore Mines. Dus dat ga ik even verbinden. Dat is best wel een lang spoor. Maar ik heb nu ook al... klein beetje geld opgespaard, dus dat kan ik nu prima bouwen. Weer gewoon reliabilities. Ik kan er niet over ophouden, maar gaat zo snel naar beneden. Het gaat gewoon nog wel prima bij deze trein. Ik moet ze echt namen gaan geven, want het wordt meteen al onoverzichtelijk. En dat is natuurlijk niet zo handig. Hier is geloof ik... nothing waiting. Oké, dus misschien is de productie nog... hij is een beetje naar beneden gegaan eigenlijk. Dus dat is niet zo goed. Waarschijnlijk is het beter om een paar wagons weg te halen. Ze wachten steeds toch een beetje. En soms komen ze vlak achter elkaar aan. Nou, en dan is er al helemaal niet genoeg, zeg maar. Waar was ik? Oké, daar. Is het verbonden? Ja, dan ga ik even een trein kopen. Oké, er rijdt nu een trein. Ik heb hem meteen een heleboel wagons gegeven. Niet meteen nadat ik hem de eerste keer langs had zien gaan. En was nog heel veel over. En nu is het natuurlijk al op. Wauw, dat heb ik heel erg overschat hoeveel er werd geproduceerd. Dan haal ik er maar even 3 weg. Zo. Ik was even vergeten dat nu ook de hele lading weg is. Dus het heeft nu niet heel veel zin om hierop te gaan wachten, denk ik. Nou, vertrekt ook al meteen. Oh, wat stom. Dat was echt heel erg stom. Performance settings is wel wat omhoog gegaan. Naar 16% ongeveer. Laten we voor de grap even kijken naar de bootjes. Het is... wat een verrassing, echt niet winstgevend. Hier is deze. Je ziet het gewoon bijna niet bewegen. Ja, dit heeft gewoon geen inkomen gehad, geloof ik, omdat de rit veel te lang duurde. Zal ik ze gewoon rond laten gaan, omdat het er leuk uitziet? Misschien dat ik dat ga doen. Ship running costs, ja, het is echt niet veel. Het inkomen is trouwens ook niet veel. En een nieuw speed record van
53%, of 53 km per uur. Hier twee schepen, waar is die andere? Nee, dat is hem niet. Deze, die had laatst wat passagiers vervoerd. Ja, die had laatst gewoon 18 euro verdiend. Dus dat is iets, maar maakte over een maand gezien geen winst. Dus ja, weet je, ik laat het gewoon hier... Oh, dat is interessant. Wat doet hij? Waar is hij nu mee bezig? Hij gaat nu naar Tulkan, maar dat kan hij niet. Ja. Weet je wat, laat ik dit maar gewoon slopen. Het levert toch niks op. Ja. In ieder geval, het ziet er wel leuk uit, maar ja, dit kan ik waarschijnlijk fixen met waypoints. Maar dat vind ik een beetje gedoe voor iets wat echt gewoon niks oplevert. Kom op. Ben je al gestopt? Nee, dat duurt lang. We gaan er later wel weer mee aan de slag. Ik heb nu meer, waarschijnlijk om dat geld gewoon te hebben, wat we er net nog voor kregen. Hoe is het hier met 43 ton? Moet ik nou de hoeveelheid wagons verminderen of niet? Nou ja, even kijken, ik geloof het niet eigenlijk. Hij zit nu al redelijk vol, toch? Ja, hij zit al bijna vol. Dus dat ga ik gewoon zo laten. Welste reliability laag. Moet ik hier nog wat aan doen? 97 ton, oké. Okay. En we hebben nu... we kunnen nu precies 100 aan. Dus dat komt denk ik net uit. En waar is ons staal? Oh, ik heb ze trouwens namen... waar is ons iron? Ik heb ze trouwens namen gegeven met ook de soort goederen ervoor gezet. Dat is denk ik nog net iets duidelijker. Dit maakt geloof ik wel redelijke winst. Oh nee, dat was nog die 6 ton. Een beetje mislukt. Maar als het goed is, maakt het nu redelijke winst. Ik ben even benieuwd hoeveel het oplevert. Dus ik ga even kijken. Is het... 1000 euro, zoals bij de Lumber. Nee, oké. Okay. Want deze Lumber, ja, dat levert gewoon 1000 ton op per laan. Dus dat is eigenlijk best wel mooi. Ja, dit doet het ook best wel snel. Waarom doet deze het zo langzaam, vraag ik me even af. Even kijken hoor. 59 bloks in 37 dagen en deze 61 in 19 dagen. Wat is het verschil? Is er een verschillende topsnelheid bij deze? Lijkt me toch niet. Hier Wangen, maximaal 80. Ja, dat houden we toch niet. Flatbed, ook 80. Ja, dan heeft het misschien iets met het gewicht te maken of zo. Nou, in ieder geval ben ik best wel blij met hoe deze episode is gegaan. We zitten op 15,6%. Voor mijn doen is dat in ieder geval goed. Dus we kijken wel waar we in de volgende episode komen. Ik ben heel blij met deze map. En we kunnen nog best wel veel leuke dingen gaan doen als we hier bootjes door laten varen. Weet je, misschien dat ik dat ook wel gewoon ga doen. Dat ik gewoon bootjes voor de sier doorheen laat varen. Helaas hebben we niet meer het goede landscaping tool. Dus ik kan niet meer makkelijk hier bijvoorbeeld een verbinding maken. Dat zou wel fijn zijn, maar dat kan dus helaas niet. Had ik eigenlijk in de map editor moeten doen, maar is nu een beetje laat. Hoe is het met het groeien? Oh, wauw. Elorza. Oké. Okay. Heeft gewoon al 1000 inwoners. Terwijl we er helemaal niks mee hebben gedaan, toch? Nee. Ik zou eerder graag zien dat steden waar we wel iets mee hadden gedaan, zoals, ja hier, is dit bijvoorbeeld gegroeid, 528, ik zie in ieder geval wel dat bijna alle rough roads zijn vervangen door echte wegen, maar dit krijgt eten en als het goed is zorgt dat ervoor dat de stad een beetje groeit, maar ik weet nog niet echt of het zoveel verschil heeft gemaakt. Ja, hier zijn al die coal mines, ik zou nog gaan kijken, ik zou nog gaan kijken hoe we ze allemaal gaan noemen. Want nu hebben ze gewoon allemaal rare namen. Het is echt belachelijk veel. Maar daar kunnen we misschien nog wel wat cools mee doen. Hier is een factory. Requires chemicals for steel. Hier zijn chemicals. Die kunnen daar makkelijk heen. Steel kunnen we maken met deze iron. Alleen moet ik nog wel ergens een steelmill vinden. Is dit hem? Nee. Waar is het dichtstbijzijnde steelmill? Ik weet dat er eentje is. Er moet er gewoon wel ergens eentje zijn. Nou ja, ik kan er niet... Oh, hier. Is dat het dichtstbijzijnde? Nou ja, dat kunnen we in ieder geval gaan doen. Maar ja, dat naar de steel is misschien nog een beetje uitdagend. Kan misschien wel met de iron ore doen. Maar die chemicals, ja, dat moeten doen. Ze moeten misschien wel een stukje ondergronds of hier gewoon langs. Ik denk dat we dat in de volgende episode gaan doen. Maar misschien heb ik dan al een heel ander idee. Dus dat, ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.